Er zijn vele soorten dynamiek. Sommige zijn ingewikkeld, andere niet. Bekijk dit vectorveld in de ruimte, dat afhangt van een parameter a. We kiezen eerst a is 0,3 en bekijken de baan vanuit een groot aantal beginvoorwaarden. Na een zekere tijd komen ze alle terecht op een periodieke baan. Daarin zit helemaal geen chaos. Er is natuurlijk een SRP-maat, omdat op de duur iedereen op een gesloten kromme draait. We veranderen nu langzaam de parameter A. Kijk, voor A is 0,335 wordt de periodieke baan ontdubbeld. Nog steeds geen chaos, maar een periodieke baan die twee keer zo lang is. En dan, voor A is 0,380, wordt de baan vierledig. Nu gaat het sneller. Voor A is 0,405 krijgen we een ingewikkeld chaotisch regime. Maar verrassend genoeg, als we de parameter A verder verhogen, wordt de chaotische dynamiek, soms zonder waarschuwing, opnieuw eenvoudig. Het wordt opnieuw een periodieke baan. Hoe kunnen we die plotse veranderingen begrijpen? Wat is het meest voorkomende gedrag in de natuur? Chaotisch of niet chaotisch? Dat is helemaal niet duidelijk. We hebben er eeuwenlang niet aan gedacht dat chaos zou kunnen bestaan. En vandaag zien we hem overal. Voor iedere waarde van A zetten we het spoor van de attractor op een vlak. We tekenen het in het rood. Als de parameter A varieert, krijgen we dan deze tekening, die eruit ziet als een stuk kant. Men noemt dit een bifurcatiediagram. Mooi, maar niet makkelijk te begrijpen. Hier zijn nog andere dynamische systemen. Een wiskundige probeert natuurlijk om resultaten te vinden die altijd geldig zijn. Maar hij begint dikwijls met het bestuderen van enkele voorbeelden. Hij hoopt dan dat wat hij ziet in een eenvoudig voorbeeld ook in het algemeen gerealiseerd kan worden. We gaan terug naar het idee van Lorenz Sinai Ruel Bohn, SRB. Het aandeel van de tijd dat een baan doorbrengt in een bol gaat naar een limiet die niet afhangt van de beginvoorwaarden. Zouden we mogen hopen dat dit altijd waar kan zijn? Dat zou te mooi zijn. Het antwoord is helaas nee, zoals we zullen zien in een klein voorbeeld ontdekt door Bohn. Bekijk dit vectorveld in het vlak. Je ziet drie evenwichtsposities. Thank you.
baan vertrekt. Na een bepaalde tijd nadert ze een evenwichtspositie en daarna een andere. Wanneer een baan een evenwicht benadert, vertraagt ze en blijft ze enige tijd in die omgeving. Dan vertrekt ze terug naar het andere evenwichtspunt en blijft ze daar nog langer. De volgende keer komt ze nog dichter bij het eerste evenwicht en blijft ze er nog wat langer, enzovoort. We nemen een kleine groene schijf en meten de tijd dat de baan binnen de schijf zit. Wel, een heel lange tijd blijft de baan in de schijf. Zo lang dat het aandeel van die tijd bijna 100% is. Vervolgens verlaat de baan de schijf voor een lange, lange tijd en het aandeel daalt tot een waarde dicht bij 0. Daarna stijgt het aandeel weer naar bijna 100% en valt dan weer terug. Enzovoort. Je ziet dat er geen convergentie is. Er is geen Sinaï-Ruel-Bowen-maat. Maar wat moeten we dan doen? Het idee opgeven? Zeggen dat Lorenz het fout had? Wel nee. Men moet begrijpen dat het voorbeeld dat we zo net gezien hebben heel bijzonder is. Als we het vectorveld een beetje veranderen, dan is er met dit nieuwe geen probleem meer. De nieuwe banen bewegen door het vlak en benaderen op den duur een periodieke baan. Statistisch gezien gedraagt het systeem zich regelmatig. We hebben nu wel een maat van Sinaï-Ruel-Bowen. We moeten dus de vraag stellen of een dergelijke maat daarom niet bestaat voor alle dynamische systemen. Maar misschien wel voor bijna alle. Ook hier moeten we het enthousiasme temperen. Bekijk dit vectorveld. Hier is een baan. Alles gaat goed, ze volgt de vorm van een vlinder, zoals we al gezien hebben. We verplaatsen de beginpositie langzaam langs de blauwe as. De baan blijft naar dezelfde attractor lopen, al duurt het enige tijd voor ze daar aankomt. We zouden zonder probleem kunnen nagaan dat de statistiek nog steeds dezelfde blijft. Maar plotseling, zonder waarschuwing, een verrassing. De banen gaan opeens naar een andere attractor die niets te maken heeft met de eerste. We stellen vast dat de ruimte verdeeld is in twee zones. Indien men vertrekt van een punt in de ene zone, gaan we naar de eerste attractor en als we starten vanuit de andere zone, lopen we naar de tweede. Met andere woorden, we kunnen niet zeggen dat er een SRP-maat is, want de statistische limiet hangt af van het beginpunt en er zijn er blijkbaar twee. Voor bepaalde beginposities volgt de statistiek de eerste maat en voor andere de tweede. In de jaren 1990 formuleerde de Braziliaanse wiskundige Jacob Palis een verzameling van problemen, waarvan de oplossing een globale visie op chaos zou bieden. Een van die problemen is de bewering dat de situatie die we net ontmoet hebben eigenlijk een typische situatie is.
Een typisch vectorveld in een willekeurig aantal dimensies zou de eigenschap moeten hebben dat er slechts een eindig aantal attractors zijn. Een typische beginpositie wordt dan aangetrokken door één van deze attractors. Bij elke attractor hoort dan een Sinai-Ruel-Bowen-maat die de asymptotische statistiek beschrijft van de typische banen die er naartoe gaan. Een hele groep van wiskundigen werkt zeer hard aan deze vermoedens. Het ziet er naar uit dat ze beetje bij beetje opgelost worden, op een systematische manier. Er lijkt een algemeen beeld naar voren te komen. Maar is het beeld te optimistisch? De tijd zal het leren. Vandaag de dag bekijkt men het determinisme niet langer in termen van de evolutie van een individuele baan, maar eerder als de collectieve evolutie van een geheel. De gevoeligheid van de banen voor de beginvoorwaarden wordt gecompenseerd door een vorm van statistische stabiliteit van het geheel. Was dit niet wat Buffon in 1783 voorzag, toen hij de volgende prachtige zin schreef over een chaotische en complexe wereld? Een wereld die men in zijn geheel moet trachten te begrijpen. Hij schreef: alles gebeurt, want met de tijd komt alles mekaar tegen. In de uitgestrekte ruimte van het universum en in een onophoudelijke dynamiek beweegt alle materie, wordt elke vorm ons gegeven, komt elk figuur tot stand en alles komt en gaat. Het komt bijeen of het vlucht weg. Het wordt samengevoegd of uiteengetrokken. Alles ontstaat of wordt vernietigd door helpende of tegenwerkende krachten, die de enige constante zijn. Zonder nadenken animeren ze het universum en ze maken er een theater van, met steeds nieuwe scènes en met dingen die steeds opnieuw herboren worden.